Dit is Petra van Zutphen. Sinds haar maagverkleining 50 kilo lichter en ze voelt zich kiplekker. Ze houdt van lekker eten, maar in veel restaurants zijn er geen speciale gerechten voor mensen met een maagverkleining. Ik bestel altijd een voorgerecht als hoofdgerecht. En alleen om de andere tafelgenoten er niet mee te belasten. Om die schaamte weg te nemen opende Petra een eigen restaurant. Waar zelfs mensen met een maagverkleining een viergangen diner kunnen eten. Dit is een half voorgerechtje, een hammeloensalade. De meloen is al gepureerd, dus het is heel licht verteerbaar. Dus is al een heel mooi gerechtje om mee te starten. Jaarlijks krijgen 1100 mensen een maagverkleining in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Ze worden daarna begeleid door de obesitaskliniek. Wanneer je juist probeert mensen te helpen om beter te worden met een operatie, dat ze ook het normale leven op kunnen pakken. En daar hoort ook uitgaan eten bij. En daarom is de chirurg blij met een restaurant als dat van Petra. Wat het vooral doet, is het verhoogt de awareness dat dit een probleem kan zijn voor deze mensen. Hallo dames. Alsjeblieft. Dankjewel. Als Petra merkt dat mensen in haar restaurant zich schamen voor hun maagverkleining, vertelt Petra haar verhaal. Ik heb 3 jaar geleden heb ik een maagverkleining gedaan. Ze komen er zelf voor terug van, ja, hier zijn we over de drempel. En we weten dat we hier gewoon kunnen eten. Een viergangen diner. En je bent er dan ook nog goedkoper uit.